in Tablets Magazine ontstaan die stand van Toshiba met drie tablets die op het eerste gezicht vrij identiek zijn. Maar het zijn echt verschillende modellen. We hebben ze eigenlijk al een aantal keer voorbij zien komen, onlangs gelanceerd. De Toshiba Excite Pure, Excite Pro en de Excite Bright. Even de belangrijkste verschillen. Excite Pure is eigenlijk het instapmodel, het middenklasse model met onder meer een Tegra 3-processor, 12-88 pixels LCD display, ingebouwd bij de werkgeheugen, niet heel bijzonder, wel een recente versie van Android en ligt voor ongeveer €299 in de winkel. Dat is dus als je niet op zoek bent naar de krachtige prestaties, maar gewoon een recente versie van Android wil met alles erop en eraan. Ben je echt op zoek naar krachtige prestaties, wil je een hoog resolutie display, kom je op de Excite Pro terecht en dat is dan een 2560 bij 1600 pixels en dat verschil is meteen heel duidelijk te zien in weergave van icons, weergave van teksten in de browser, kun je via internet hebben, inderdaad, via internet. Dat verschil in resolutie is meteen heel duidelijk te zien. Een andere verschil is de Tegra 4 processor van Nvidia Quad-Core voor krachtigere prestaties, een 72 core grafische processor en er zitten Harman Kardon speakers op en ik weet niet of ik dat zo kan laten zien. Zitten hier onderin, links en rechts, Harman Kardon speakers voor een betere audio kwaliteit. Er zit een camera op de achterzijde en er zit een USB HDMI aansluit, dus een micro SD kaart reader op. Er zit dus eigenlijk alles op en aan, eigenlijk een high-end tablet. Maar wil je nog meer, wil je bijvoorbeeld productief zijn, hou je van schrijven, tekenen en wat dan ook, dan is de Excite Write de beste optie. Want dit model wordt geleverd met een stylus en een aantal voor die stylus geoptimaliseerde applicaties. Met die stylus kun je dus aantekeningen maken, je kunt schrijven en je kunt een aantal applicaties van Toshiba gebruiken die ik nou even probeer te zoeken. En dat is allemaal in Duits en dat werk ik niet doen. Er zitten dus verschillende applicaties op waarmee je de stylus kunt gebruiken, te tekenen, te schrijven, te schetsen, noem maar op. Dat is inderdaad. Daar heb ik zelf net al getekend inderdaad. Nou, die kun je tekenen, schrijven, noem maar op. Dus dat is eigenlijk allemaal meer dan prima. Die zit, ligt in Nederland in de winkel voor prijs. Volgens mij €549 Deze €449 €399 Allemaal eentjes te kopen in Nederland.